Het parkeerbedrijf is een kleine afdeling van de gemeente Enschede die verantwoordelijk is voor alles wat met betaald parkeren in de binnenstad te maken heeft. Dat gaat dan van het parkeren op straat met handhaving tot parkeren in de parkeergarages, waarbij de beheerders met name aan de knoppen zitten. De gemeente heeft 4 eigen parkeergarages in beheer, waaronder de Van Heek parkeergarage waar we nu staan. En die noemen we ook wel het kloppend hart van het geheel. En daar zitten ook 24 uur per dag beheerders die zijn aanwezig. Dagelijks zijn er alleen met parkeren al zo'n 30 mensen bezig. Dat zijn mensen die bij allerlei verschillende instanties aan het werk zijn. Je kunt zo denken aan Twente Milieu. Twente Milieu is voor ons verantwoordelijk voor het schoonmaken, voor het beheer. Maar ze doen ook een stukje techniek sinds begin dit jaar. En met die partijen hebben wij dan contracten waarin we duidelijke afspraken met elkaar maken. RJ bijvoorbeeld, Safety and Security, is ook zo'n partij die werkzaamheden voor ons doet. En daarnaast hebben we binnen de gemeente ook allerlei afspraken met verschillende afdelingen, waaronder de afdeling Publieksbalie, die vergunningen en abonnementen voor ons verstrekt. En we hebben ook belasting, bijvoorbeeld de Belastingdienst GBT in Hengelo, die verschillende taken voor ons uitvoert, waaronder de controle op de naheffingsaanslagen. De parkeergarage Van Heek is nog steeds de grootste ondergrondse parkeergarage van Nederland en telt 1650 parkeerplaatsen. Het totaaloppervlakte van de parkeergarage is 70.000 vierkante meter, weliswaar verdeeld over 2 lagen. En dat is een immense oppervlakte. En u kunt zich voorstellen dat dat ook veel van onderhoud en beheer vraagt. En het is voor ons een uitdaging om deze garage, die nu al 10 jaar open is, dagelijks goed verzorgd, maar ook constructief goed op peil te houden. Daarnaast gebruikt de parkeergarage een behoorlijke hoeveelheid stroom, dat vergelijkbaar is met ongeveer 500 huishoudens. En van de buitenkant, of van de binnenkant moet ik eigenlijk zeggen, zie je dat niet. Maar op de achtergrond draaien immense machines die toch een aardig stroomverbruik vragen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld de enorme afzuiginstallatie die is geïnstalleerd in de parkeergarage. De uitdaging voor het parkeerbedrijf blijft op dit moment het sturen op kosten. Om het energie maar weer eens als voorbeeld te nemen. Enschede heeft een duurzaamheidsdoelstelling voor 2020. En ook in dat kader sturen wij continu op hoe kunnen we het verbruik, wat al ontzettend hoog is, omlaag brengen. En je kunt daarbij denken aan het slim schakelen van de installaties, de ventilatoren, noem maar op. Daarnaast zijn we in de stationspleingarage op dit moment bezig om de garage volledig van LED-verlichting te voorzien. Waardoor daar op licht in ieder geval een reductie van 50% zal worden gerealiseerd. Op dit moment wordt er een nieuwe fietsenstalling gebouwd. Naast parkeren is het parkeerbedrijf ook verantwoordelijk voor het fietsparkeren. We hebben er al twee openbare gratis fietsenstallingen in Enschede. En op dit moment wordt er een derde bijgebouwd onder het Wilmingplein, wat nu in aanbouw is. En die zal ergens volgend jaar geopend worden. Het MST is een nieuw ziekenhuis in de binnenstad van Enschede aan het bouwen. MST heeft ervoor gekozen om geen eigen parkeergelegenheid te creëren, maar hun parkeerders te situeren in de parkeergarage Van Heek. En daarvoor zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk. Waaronder een nieuwe inrit. Deze inrit die zal eind september, begin oktober gereed zijn. Waarna we gaan beginnen met een tunnel. En die tunnel zal van de Van Eek garage naar de centrale hal van het MST lopen. En in die tunnel komen ook rolpaden. Die kennen jullie vast wel van Schiphol. Waar mensen op kunnen gaan staan en zo automatisch richting het ziekenhuis getransporteerd worden. Er wordt inderdaad gauw gedacht dat parkeren te duur is. Echter blijkt uit onderzoek dat er nauwelijks een relatie bestaat tussen het parkeertarief en het bezoek aan een binnenstad. Hier hebben we ook gesprekken over gehad het afgelopen jaar met de ondernemers van de binnenstad van Enschede. En samen met hun hebben we desondanks besloten om een tariefactie in te voeren. Dat is een actie waarbij het parkeergeld half tarief is ingesteld.
En dat was op de koopavonden en op de dinsdagochtend op de markttijden. En jammer genoeg is uit deze tariefactie gebleken dat het bezoek aan de binnenstad niet is toegenomen.